Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Metabots, Metabi en Rakushio Version met Jordi van de Supar Guys. Ik ben weer helemaal bij. Hij is weer helemaal bij. Ik ben trots op hem. Ik heb letterlijk graag geen idee hoe. Magische poeder. Als hem dat zou helpen om dingen te mikken, graag. Magische poeder. Magische poeder. Geweldig, betoverend, eindeloze dimensies. Ik ga je toch vragen, hoeveel seizoenen denk je dat Winx Club heeft? 6. Voor mij zijn het iets meer ondertussen. Ja, ik denk 6. Voor mij waren het er of 6 of 8. Ik heb laatst even de hele Winx Club GBA game weer gespeeld. Oh, waarom? Is die leuk? Nou ja, als je ooit... stukken van de serie wil kijken in kwaliteit wat minder is dan 144p, ja, is hartstikke leuk. Nee. Maar toen was ik ook een beetje aan het kijken van, oké, hoeveel seizoenen zijn er eigenlijk? Er zijn er 8. Ah, 8. Oké, ik dacht 6. Nou ja, want als je mij zou moeten vragen, had dan naar seizoen 2 moeten stoppen, maar ja, dat ben ik. 3 en 4 zijn wel oké, alleen pas toen ze bij... veranderingen zijn gegaan met de art, zeg maar. Ja. Toen is het achteruit gegaan. Zijn ze echt fan van, hè? Van, ja, nee, we hebben een super oude serie. Ja, laten we even updaten. Maar zit hij er niet meer uit? Ja, dat maakt mij niks uit. Updaten. Ja. Zo jammer weer. Echt, wat er hier gebeurt, Jordi. Ik denk dat je hier ook... Heb je die derde al verslagen? De derde heb ik nu net verslagen. Oh ja, ik ook. Moet je kijken wat er gebeurt. Moet ik ergens naar kijken? Wat moet ik doen? Nou, kijk maar hoe het nu verder gaat. Oh, dat een dame dat mensen meeneemt één voor één. Ja, en dan elke keer een klein stukje verder. Ja, ik merk het. Deze game. Er moet ook soms gewoon een trend worden dat jij en ik gewoon hele slechte games gaan spelen. Eigenlijk wel, ja. We zijn al begonnen. Ja. Ja, wij gaan vooruit. Ja, maar voor mij is het idee dat de held vooruit gaat en niet de cannon fodder, want dan mag ik zo meteen weer opnieuw. Hé, hey, we moeten niet schrikken hoor. Tegen een rubber robo. Ah, heb ik helemaal aangepast. Heeft hij opeens andere bot. Wauw. Wanneer krijgen we eigenlijk verdomme vehicles? Nou, ik kan me dat helemaal niet herinneren van de game, als ik heel eerlijk ben. Vehicles. Maar waarom is dat een optie? Nou, misschien is het er wel, maar ik kan het me helemaal niet herinneren. Kijk, ik vind het prima dat bij wijze van spreken wij later vehicles krijgen, maar had dan iets beter gedaan en die optie gewoon ingezet. Mhm. Dus ja. Ja, nee, ik weet wat je bedoelt. Opeens heeft hij geen flyers meer. Heeft hij een of andere rare ninja. Ja. Een epic ninja. Met zijn lange klauwen. Inderdaad, het is net Wolverine. Ja. Nou. Ik moet zeggen, ik heb deze tegenstander een stuk liever. Ja, want hij stelt ook niks voor. Nee. Nou, kom op. Dat is een beetje jammer. Daar ga ik vanuit dat jij daar nog geen tijd voor hebt gehad. Hè? Maar vandaag is een nieuwe podcast uitgekomen. En ik vind hem echt heel leuk. Ik heb gezien dat je uitkwam. Ik was toen aan het eten. Ja. En toen heel snel was ik met jou bezig. Dus nee, ik heb daarom, niet ik dacht dat jij hem niet gezien had. Maar, nee, ik wist dat het iets... Nou, ik heb gelezen dat het iets was met soundtracks. Maar nee, ik heb nog geen tijd gehad om te beluisteren. En meer van de tijd zet ik zulke dingen gewoon in de achtergrond... wanneer ik andere dingen aan het doen ben. Mm-hmm. Ik had ook heel toevallig voor mijn vakantie ook... een 7-uur race van Sonic 06... gedownload, zo van, oké, als ik een moment rust heb, kan ik even dat kijken. Denk je dat ik daar ook maar 1 minuut aan heb gekeken tijdens de vakantie? Nee.
Nee, het enige wat ik een beetje bij heb kunnen houden is jullie Avatarlog. En dat is letterlijk het enige. Oké. Maar ja, zoals ik al zei, ik kijk vaak, als jij met Sander opneemt, kijk ik vaak op 2 keer snelheid. Dus dan is het geen half uur, dan is het vaak een kwartiertje. Dus okay. Dat kan het nog wel. Nou, als je Sander's gameplay kan je ook makkelijk... Ja, maar dan kan ik het keer 10 doen, dan verandert dat nog niks, dus... Ik had gisteren wel heel even een oefenmomentje dat ik een paar Pokémon kwijtraakte. Dat was wel jammer, maar ik ga nog steeds goed. Ja, maar ja, daarom is het project wat je nu voor ons doet ook geen Nuzlocke, hè? Mm-hmm. Vind ik wel lekker verfrissend, moet ik zeggen. Ja, het had hem toch wel gelijk in om het geen Nuzlocke te maken, hè? Mm-hmm. Want ik denk dat Monotype... Nuzlocke voor zowel Harm als voor mij niet te doen zou zijn. Denk het ook niet, want voor sommigen zou dat gewoon echt een drama zijn. Maar dan zou je ook gewoon moeten werken met dupes. Mm-hmm. En dan is het ook geen Nuzlocke meer, hè? Nee. Voor jou zou het wel te doen zijn, maar dan zou je er misschien wat minder snel doorheen gaan. Oh, 100%, maar dat zou ik ook met normale Nuzlocke's hebben. Ik kan het nu doen omdat ik gewoon revives en al die andere onzin kan gebruiken. Ja. Ik was sneller geweest als ik fucking battle items ook nog kon gebruiken, maar die mogen niet. Nou, was ik nog een tikkeltje sneller geweest. Mm-hmm. Maar ja, ik doe zulke races, doe ik nu al goede... Nou, voor mij zit het maar op een 5e of 6e die ik al doe. Mm-hmm. Dus na verloop van tijd weet je precies zo van... Oké, dat enige waar ik me vaak mee vergis is... Oh nee, dat was Crystal. Oh nee, dat was die. Oh nee, dat was die. Oh ja, dat was die. Ja, dat herken ik wel. Zeker met Crystal en Gold en Silver, omdat ik eigenlijk Gold en Silver nooit gespeeld heb, alleen maar Crystal. Ja. Geinig genoeg was Gold en Silver mijn allereerste geëmuleerde game. Mm. Oh, oké. Okay. Mijn en Emerald, denk ik. Want was zo'n feestje bij mijn oma destijds. Mm-hmm. En er was mijn neef er ook. En die had een hele oude Game Boy Color emulator aanstaan. Oké. Nou, ik dacht, kijken. Heeft hij mij zo'n USB-stickje gegeven? Hier, hoppakee, ga in gang. En zo ben ik begonnen met Pokémon Crystal. Okay. Wel vet. Dat is ook een herinnering die gewoon blijft dan, zeg maar. Ja, omdat ik ook toen letterlijk een Kulava had in Sprout Tower. Alleen maar gegrind. Dus dat blijft ook. Maar ja, hetzelfde met... Ook met anime. Hij keek ook destijds Dragon Ball. Ik wilde het zien. Dragon Ball keek en sindsdien... Nou ja, ik zal het nu overdreven zijn. Misschien 100... Oh, ik moet weer rennen. Sorry. Ja? Nee, dat ik nou ondertussen 100 keer zoveel anime heb gekeken dat hij ooit bij elkaar. Oké. Okay. Dus ja, het is een beetje de verkeerde kant op gegaan. Ja, verkeerde kant. Dat is net hoe je het ziet. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Als ik de tijd die ik zou besteden aan anime, games, al die andere dingen zou besteden aan... productievere dingen, dan had ik waarschijnlijk nu 10 talen kunnen leren en... Maar had je dan lol gehad in je leven? Denk het niet. Nee, precies. Maar dat is vaak in die... dat is ook een beetje waar ik momenteel nu aan denk van, ja oké, zou ik nu iets nuttigs doen of gewoon blijven gamen? Ja, meer van de tijd ga je dan toch of gewoon gamen of helemaal niks doen. En helemaal niks doen vind ik ook altijd zo zonde van de tijd. Nou, dat vind ik ook altijd, ja. Alleen, ik merk wel, ik waardeer het steeds meer ook om wel eens gewoon casual te gamen. Ja, ik ook. Er was een tijd dat ik echt alleen maar kon gamen wanneer ik het opnam. Dat heb ik nog steeds een beetje. Alleen, laatst bijvoorbeeld die we hebben het doen natuurlijk ook zo'n Hardcore Generations, hè, tussendoor op... Ja, wanneer Paddy zin heeft, ja. Want dan meer van de tijd record jij het. Ja, alleen nu, ik heb ook gewoon een paar keer een poging gedaan, die tel ik ook gewoon allemaal mee. Ja. Gewoon even offscreen, zeg maar. Gewoon eventjes als ik iets met iets anders, gewoon op de achtergrond aan, een podcast of weet ik veel, een video. En gewoon zelf eventjes spelen. Ja. Hoef niet de hele tijd te ouwe hoeren. Nee, precies. Nee, de laatste game die ik echt casual speelde was... Ja, dat was echt Tales of Arise. Zelfs Xenoblade Chronicles 3 speelde ik meer, niet echt casual, maar meer speelde ik omdat ik gewoon niet gespoord wilde worden. Ja, precies.
Dus dan is het niet echt casual en rustig, maar dan speel je hem even, omdat je weet van oké, als ik langer wacht, wordt de hele game gespoild. En ja, dan is het ook zo meteen geen zak meer aan. Nee, precies. Ja, ik heb dus zoveel zin in die Harry Potter game, omdat ik echt denk dat ik daar zoveel uren in ga besteden. Zo zin in de game. En het ziet er gewoon zo goed uit. Milan, en ik heb, moet ik zeggen, we gaan met Generations doen. Nee, ik wil Harry Potter spelen. Okay. Ja. Ik heb overigens wel heel veel zin in de nieuwe Pokémon game ook, hoor. Nou ja, ik wil eigenlijk nieuws van... Oké, jongens, wat gaan we nou doen met die multiplayer? Ja, eerlijk is eerlijk. Het zal maar eerlijk gezegd een worst wezen. Nou ja, mij eerlijk gezegd ook. Maar ze promoten net zoals de Wild Area destijds voor Sword and Shield. En dat de Sword and Shield Wild Area laat nog steeds een nare smaak achter. Dus ik wil nu een keer weten van... Ja, jongens, wat is de multiplayer? Maar... Ze hebben niet die Wild Area multiplayer echt heel erg gehyped. Klopt, maar dus, de Wild Area op zichzelf was wel aardig gehyped destijds. Ja, en dat viel uiteindelijk ook tegen. Dus het enige wat ik wil, is dat ze bijvoorbeeld Spectate weer opnieuw erin zetten. Ja. Maar dat mis ik nog steeds echt wel van Sword and Shield. Want ik zie ook gewoon dat heel veel mensen niet eens meer Wi-Fi battles doen op Sword and Shield. Puur en alleen maar omdat het is niks. Het moet live. Ja, precies. En dat vind ik op zich wel heel erg jammer. En dat wil ik gewoon graag terug hebben. Dat ze gewoon spectate met zo'n versus recorder van... Ja, hier heb je je code, kan je terugkijken. Ja. Maar dat is ook een van de redenen waarom ik die drafts altijd... liefst via Sword and Shield doen in plaats van Showdown. Nou, gewoon sowieso... Geen Showdown, want het is gewoon niet aantrekkelijk om te kijken, vind ik nee, zelf. Nee, klopt. Maar met Showdown heb ik wel gewoon replays. Ja. Dus als er iets gebeurt, kan ik altijd nog terugkijken. En dat is zo jammer aan Sword and Shield dat er niet meer is. Ja, nee, dat snap ik wel. In dat opzicht snap ik het zeker. Dus ja. Oké, hoeveel fights heb jij nu ondertussen gehad met de Rubber Robo Gang? Ik denk dat ik nu op fight 7 zit. Ja, ik nu ook. Tegen zo'n clown? Tegen zo'n blauw iets, bedoel je? Ik moet tegen de twee bots. Nee, dan hebben we waarschijnlijk twee andere. Maar bij mij is het gewoon, weer een ninja... Een cactus en een raar soort stenen ding. Dus. Chain gun. Nou jongens, gaan wij nog iets doen vandaag? Of is het alleen maar een beetje stom kijken? Want stom kijken is best... Wel leuk iets. Nee, dat is niet waar. Okay, want dit is niet waar ik heen wou met mijn verhaal. Want ik vind dit op zich niet zo erg als de god destijds. Mm-hmm. Maar dit is een beetje hetzelfde idee als de god van... Ja, jongens. We weten het nu wel. Waarvoor doen we dit? Dat weet niemand. Nee, dat is een beetje het hele probleem met deze game. Van waarvoor doen we dit? Want we krijgen geen vehicles... Ik heb geen idee wat voor progression we doen. Nee. Of dat er überhaupt progression is. Want als je tegen mij nu gaat zeggen van... Ja, Jordi, ik heb tegen je gelogen. We zijn nog niet eens op het tiende van de game. Ja. Dan zit ik ook, af te vragen van... Oké, maar wat is het dan nog? Ja. Wat is nog over in deze game? Helemaal niks. En misschien ben ik wel RPG's nu gewend die iets duidelijker zijn van... Ja, dit is je doel voor de komende 10 uur, maar... Ja, maar dat is al, zeg maar... Gyms doen dat al, zeg maar. Ja, maar kijk, gyms vind ik niet erg, want gyms is gewoon van... Oké, dat. Maar hier? Waarom ging we dan... Nee, ik bedoel juist van... Gyms, ja. Die zeggen al van... Oké, je bent bij de vierde gym, dus je bent op de helft. Ja. Of je hebt tenminste... Volgens jouw idee ben je op de helft. Ja. Oh, ik ben bij de 9e member van de ding, ben ik nu. Oké, ja, ik ben nog steeds bezig met deze. Met nummer 7. Want mijn ding raakte niet het juiste ding.
Je ding raakte niet het juiste ding. Ja, dat is wel vervelend. Ja, en als het ding niet het juiste ding raakt, raakt het ding niet het juiste ding. Ja, verdingen. Inderdaad. Oké. Nou, kom op. Maak die andere even kapot en dan kunnen we weer door. Kapaar. Wat? Man, ik weet, jij hebt deze keer verder gespeeld. Wat is hier nou nog? Jij hebt nog een hele andere stad rechts van de... main town, zeg maar. Ja. Dus daar moeten we sowieso nog heen. En het is wel al heel lang geleden. Dat is, ik denk dat het kan zo 15 jaar geleden zijn dat ik deze game voor het laatst gespeeld heb. Moet ik anders even Justin erbij halen, dat hij misschien weet. Want ik begin me echt af te vragen van, ja jongens, waarvoor doen we dit? Is het een beetje rumors oplossen? Oké, prima, maar waarvoor zijn deze de rumors dan? Want ik zie geen krant. Maar wel soms een televisieprogramma. Ja, maar dat is ook 20 keer hetzelfde. Dat is waar. Ja, wij presenteren weer een nieuwe medabot. Kunnen we die kopen? Nee. Oh, kunnen we die krijgen? Nee. Nee. Is er ergens op dit moment een fight waarin we hem op die manier kunnen krijgen? Nee. Waarom presenteer Kijken je hem dan? Kijken we dit met een reden? Nee. Dat was op zich ook wel geinig. Ik had laatst een video gekeken van iemand en die had het over de Pokémon-regio's. Van afgelopen paar gens. Ja. Yeah. En dat in de eerste paar gens ook dingen was. Bijvoorbeeld in Lavender Town. Dat je dat meisje had met die witte hand. Maar dat ook bijvoorbeeld dingen waren zoals de Pokémon Tower. En dat ook altijd gewoon bepaalde activiteiten waren per dorp. En dat ook leven was in het dorp. Van ja, Wally is naar Verdant Turf gegaan. Omdat het in Verdant Turf iets schonere lucht is. Dus hij wordt misschien daar iets beter van. Oké. Okay. Beetje die onzin. En dan pakt hij dan Winden als voorbeeld. Voor zo'n shield. En zo van, het is iedere keer hetzelfde en is geen kut te doen. Mm-hmm. Waar is de voortgang? Nou ja, die is er, ja, die is er niet. Nee. En dan leeft er ook gewoon niks. En dan kan je het gewoon precies zien vanaf. Terwijl ik denk dat Winden echt veel potentie heeft, zeg maar. Ja, maar het doet niks. Dat is het probleem. Potentie is hartstikke mooi, maar potentie moet leiden tot iets. En wat tot niets leidt, is het gewoon niks. Want dit is misschien een hot take, maar X&I heeft wel een van de mooiste routes. Ik vind X&I top. Oké, een hot take, niet met jou dus. Enige nadeel van X&I vind ik dat er te weinig nieuwe Pokémon zijn. Ja, oké. Okay. Dat is het enige nadeel van X&I. Ik ben echt een fan van X&I. Maar dan heb je gewoon normale routes en er zijn een paar dingen die misschien iets beter hadden gekund. Maar als je dan naar de routes kijkt van Sun and Moon, Ultra Sun en Ultra Moon. Mm-hmm. Als jij mij een plaatje zou doorsturen van de Ultra Sun of Ultra Moon route, dan heb ik geen idee welke route het is. Ja? Oh, dat zou ik niet hebben. Ik vind juist dat Ultra Sun and Moon ook vette routes heeft. Bijvoorbeeld die route dat je op die planken loopt met al die bloemen om je heen, zeg maar. Ja, nee, dat is echt een vette route. Die is inderdaad wel gaaf. Maar als je dan het vergelijkt met de routes van X&Y, dat ik iedere route iets speciaals had. Ja, oké. Okay. Dan is deze. Ik vind een van de weinigen die Sun and Moon ook echt mooi vindt. In heel veel opzichten. Ook qua routes. Oh, hey, ik vind hem op zich wel heel erg mooi. Ik ben nog steeds wel van mening van, had er wel iets meer in mogen zitten. Maar wat had er dan in moeten zetten? Nou ja, sowieso minder fucking handholding. Ja, eens. En ook gewoon meer van die speciale dingen. Zoals bijvoorbeeld, jij weet dat er zo'n cave is in Ultra Sun Ultra Moon waar je in kon, hè? Ja, er zijn wel meerdere caves. Maar waar je de gele spul kan krijgen voor Oricorio. Dus ja, met, ja, ja, ja. Ja. Er had meer van zulke dingen in moeten zitten, naar mijn mening. Want dat, naast de Ultra Wormholes zit er niet echt heel veel exploratie in de game. Optionele exploratie. Nou, je hebt die 10 Carat Hill. Ja. Maar ja. En in Pony Canyon zit ook nog best wel wat. Kruip door, sluip door, ja. Ja. Maar ja, ik had wat meer verwacht. Maar ja, dat is met langzaam zeker met heel veel Pokémon games zo van, ja jongens, mag je nou iets meer? Nee, oké.
Ik neem wel weer genoegen met Gen 1 voor de 26.000ste keer. Ja, ik zit er echt helemaal anders in, zeg maar. Ik vind dat het elke keer wel beter wordt. En het zijn wel echt wel dingen, natuurlijk, die missen. Maar ik denk dat je dat altijd blijft houden. Mm-hmm. Het is eigenlijk net, en dat is met heel veel van dat soort dingen zo. En dat is ook wat ik heel vaak bij een Nintendo Direct en een Pokémon Percent zeg. Van, je moet je verwachtingen gewoon niet zo hoog leggen. Oh, ik heb ook geen verwachtingen voor die Nintendo crap. Maar ja. Nee, maar ook voor nieuwe games. Van ja, gewoon geen verwachtingen, dan komt het goed. Dan kan het alleen maar meevallen. Klopt. Klopt. En daar ben ik ook wel van mening, maar... Mm-hmm. Dan kijk ik zo naar de Chronicles 3 en denk ik... Scarlet en Violet ziet er nog steeds niet zo mooi uit. Ja, maar voor mij hoeft het er niet uit te zien als Xenoblade. Ik vind juist dat het er wel vet uit... Het moet ook niet het cartoonische verliezen, zeg maar. Snap je? Nee, dat snap ik. Voor mij hoeft het er niet uit te zien als Skyrim. Alsjeblieft niet zelfs. Nee, maar het mag wel een beetje de grootte hebben en wat je allemaal kan doen. Tuurlijk, daar ben ik mee eens. Maar dat is inderdaad content. Maar qua aesthetics... Nee, klopt. En voor mij is het ook nooit aesthetics. Maar wel van wat je allemaal kan doen. Want ik ben heel eerlijk. Ik heb de main story van Xenoblade Chronicles 3 heb ik wel uit. Maar... Als ik kijk naar alle sidequests, dan zou ik in principe nog totdat Hogwarts Legacy uitkomt, zou ik nog tijd hebben om dingen te doen. Op zich is dat heel vet. Want dat vond ik ook vet aan Diamond and Pearl, dat je heel veel legendarisch had, waardoor je heel veel van dat soort side dingetjes moest doen. Dat vond ik wel echt leuk. Ja, dat deed BDSP dan wel weer mooi, dat ze heel veel monsters dan weer in de Grand Underground stopten. Ja, maar de Grand Underground vind ik echt saai. Ja, en dat is dan weer een probleem, dat de Grand Underground nog gewoon saai is. Weet je wat, ook daarom, omdat je dus zoveel in die Grand Underground kan... ik vind BDSP echt mislukt, zeg maar. Ja. Maar ik vind het ook, ik ben eigenlijk nog geen één keer op dat eiland geweest rechtsbovenin. Terwijl dat is, vond ik zo vet in de originele games. Alleen nu denk ik van ja... Ik vind het gewoon niet leuk of zo. Ik weet niet. Ik ben gewoon geen fan meer van die. Ik vind die games... Zeker als je kijkt van Ruby Sapphire Emerald naar Omega Ruby en Alpha Sapphire. Dat is hoe je een remake maakt. En nu hebben ze dat zo verneukt door die chibi-stijl te doen. Ja, het is gewoon echt copy-paste. In plaats van gewoon vernieuwd. Ja. Je moet wel met mij eens zijn dat die maquette van de Battle Tower ook gewoon één grote middelvinger was. Eens, maar ja, ik heb het geluk dat ik nooit wat geef om de Battle Frontier. Dus ik dacht van, ja, oké. Ik was er toch niet naartoe gegaan, dus... Klopt, maar dan is het een kwestie van... Dan is het tenminste content voor andere mensen die misschien wel plezier aan kunnen beleven. Ja. Dus ja. En voor meer informatie, kijk de Spitecast. Nou, ik denk met een beetje geluk hebben we... Houd dit ooit op? Nee, niet vanzelf. Nee, ik denk dat jij en ik misschien nog vandaag door dit stuk heen komen. Want zelfs ik denk niet dat ze zo flauw zijn dat ze... bij wijze van spreken nog 20 rubber robo's hier tegenaan gaan gooien. Dat ze uiteindelijk toch gaan zeggen van... Oké, je bent met nummer 10. Yeah. Hier heb je het einde. Succes. Dat denk ik wel, tenminste. Want we zitten al aardig lang in dit gebied, hè? Vind ik wel, ja. Te lang. Oké. Even kijken of ik nog het laatste stuk kan doen, want dan denk ik eerlijk gezegd dat we al bijna weer bij aan het einde van het part zijn. Ik moet tegen een of andere geest, ja dat klopt. Jij moet tegen een of andere geest. Ja, en wat zegt, met kippen. En wat zegt die geest? Kwak en tok. Kwak en tok, oké. Dan zou ik zeggen, doe er goed aan kwak en tok. De groeten, kwak en tok. Schrijf de groeten terug. Dat is mooi. Ze zijn erg beleefd opgevoed. Zie je niet meer zoveel, hè? Beleefde medebots.
Nee, dat is rare. Zo, nou. Oeh, die bitches zijn anti-air, nice. Dat is inderdaad nice, ja. Oh, hun hebben destroy, nee. Wacht even, weer die rare schedel, bedoel je? Ja, dat die altijd een meta part killt. Oh, twee zelfs. Ja, het is niet één, het is altijd twee. En dat is een beetje... Nou, tenzij je hele hoge HP dingen hebt. Maar dat weet ik nog wel toen ik het tegen moest. Als je hele low HP dingen hebt, dan heeft het geen zin. Ik heb een vraagje, hè. Is dat gewoon gratis en voor niks, dat destroy? Nee, het kost één part van hun. Oh, je moet die een part opofferen. Ja. Oh. Maar het is één arm, dus in principe. En dat maakt zo kloten. Want oh, maar deze armen van die kippen, die zijn niet kapot gegaan. Hè? Oh, dan is het misschien iets anders. Maar wat ik destijds had, was het één arm voor twee meta parts. Nee, hij had twee van zulke beesten, okay. Dus ja. Dan was het acht dingen voordat hij, hij niks meer kon doen. Mm-hmm. Maar destroy only works against meta. Oh. Dat was niet eens genoeg tijd. Om te lezen. Njo. Nou. Dan heb ik zometeen nummer 9 heb ik klaar. What the fuck voor OP onzin is dit dan? Zo, deze is ook klaar. Nou. Ik wil zo'n kip. Zo'n kip. Nou, ik zou zeggen, ga naar de boer toe en je krijgt zo'n kip. Zo, even 7. Oh, dat is wel een dingetje. Wat is een dingetje? Destroy, je kan die dus niet zomaar doen. Je kan destroy dus alleen doen op het moment dat de metabots waar je tegen doet de andere kant op kijken. Maar ze kijken heel vaak de andere kant op. Dat is een beetje het hele probleem van deze game. Ja, de helft van de tijd. Ja. Maar ja, het is toch wel iets waar je dan rekening mee moet houden. Het is niet gratis en voor niks. Nee, klopt. Maar dat vind ik hem alsnog... niet situationeel genoeg voor de damage die het kan doen. Mm-hmm. Want ja, de helft van de tijd in zo'n fight sta je met de rug tegen hun aan. Mm-hmm, dat klopt. Wat een lelijke geest is toch ook? Ja, dat klopt. En is het eigenlijk part van de tour? Want het lijkt me een beetje raar als dit geen part is van de tour. Want je moet wel iedere keer iemand hebben die de boel kan verslaan. Yep. Want ik heb die kippen gezien. Die kippen zijn geen mooie kippen. Nee, dat is gewoon geen pretty kippings. Uh-oh, ik denk dat ik dood ben. Oh, het destroyt alles nu van mij. Zo. Nou. Nee, hij ontwijkt bij mij heel veel. Nou ja, ik kan altijd nog gewoon zeggen... fuck it en gewoon veel metaphors gebruiken. Fuck it en gebruik de metaphors. Metaphors! Ja, nu zie ik ook wat jij bedoelt met destroy. Ja, hij heet letterlijk destroy. Ja. Metabotsing. Ja, daar kan je niks aan doen. Dat is gewoon... En of het ook gewoon... Wauw. Dat is een beetje onzin. Wat is onzin? Een beetje hele erge onzin. Dat ze die destroy zomaar kunnen doen. Ja. Maar zoals ik al zei, je... 9 van de 10 keer ben je gewoon die dingen aan doen. Yep. Dus dat is een beetje gemeen, eerlijk gezegd. Okay. Ja. Beetje heel erg OP. Een beetje te eigenlijk, maar ja. Ja.
Ja, ik klink wel blij, maar... Nu lees ik ook dat stuk van Destroy Only Works on... Da-da-da-da-da. Ja. Doesn't make it better. Nee, klopt. Klopt helemaal. Dan heb ik nog steeds liever die oude... die andere terug. Ja, ik heb ook verloren. Van ze offert tenminste een arm op daarvoor. Ja. Maar als je anti-air hebt, dan moet je even een anti-air gebruiken. Want die doen wel veel damage op die keppen. Goed, poging 2 voor de Ghost. Voor de Dark Master, om precies te zijn. Zullen we deze aflevering beëindigen eigenlijk? Ja, doe maar. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.